Ja, goedemorgen lieve vrienden allemaal. Mijn hondje was dus heel druk bezig te eten. Het is zondagochtend. Ik ga naar de kerk toe. Ben nog bezig met mijn lunch. Het is mijn lunch, jouw ontbijt. Ben door de war. Het is 8:48 en ik wens jullie allemaal een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Ik neem de GoPro mee, maar die zet ik niet aan op weg naar de kerk. Maar die zet ik aan als ik van de kerk naar iemand anders toe moet. Want ik heb weer de dienst om de bloemen weg te brengen. Ja, dat zon beleven lijkt me leuk. Ik heb al een paar keer eerder bloemen weggebracht. Eén keer heb ik jullie ook toe meegenomen. En dan neem ik jullie weer mee. Enkel ja, in dat huis mag ik weer niet vloggen. Maar voor onderweg neem ik ook de handcamera mee die ik nu vast heb. Want zie ik iets moois, kan ik dat even met deze opnemen. Dat gaan we doen. Zie ik niks moois? Hebben we weer pech? Ja. Dan stik ik even onderweg naar die mensen toe. En voor de rest, ik ben met Chrissy al een keer er vlakbij langs gegaan toen we naar de donkere duinen gingen. En naar de duinen, en van de duinen de dijk op. Ja, toen kwamen we ook langs een benzinepompstation. Die kwam ook weer op, enkel nou vanaf de kerk. Dus ja, ik moet dan even brainstormen, hoe moet ik ook alweer. Maar dat is langs de grote weg en dan alles maar rechtdoor. Maar dat zien we dan wel weer. Ik neem jullie in ieder geval mee. En veel plezier daarmee. Doei doei. Thank you.
Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Ik ben dus weer thuis. Ik heb een plantje weggebracht. Jullie hebben de rit van de kerk naar die mevrouw toe mee mogen maken. Verder heb ik met de GoPro niet gevlogd. Vond ik niet nodig, want ja, de rest, de rit die ik terug zou doen, die kenden jullie. Ik had halverwege moest ik de andere kant kiezen, omdat de weg opgebroken was. Ja, dan moet je op een andere manier, dan moet je het ook weer uitzoeken, et cetera. Ben gelijk naar huis toe gekacheld vanwege mijn hondje, want die mag natuurlijk met dat dingetje op zijn neus. En zijn ogen zijn nog wat rood, maar het is alweer wat minder dan dat het was, ja. Hé, hij was zo blij dat ik weer thuis kwam, ja, hopie. En ik zou zo snel mogelijk een bakje koffie maken en een broodje, maar dat moet ik nog doen, want dat bij de mevrouw zat. Om dat plantje namens de kerk aan te bieden, kreeg ik ook een appje binnen van Karin. Maar ik heb pas thuis gingen kijken. Was het een filmpje? Amateurbeelden laten zien hoe snel Vlammenzee Egmond zich verspreidde. Een restaurant is in Vlammenzee opgegaan. Van een klein vuurtje, van een vuurkorf of zoiets dergelijks. Wie zet zoiets nou met die harde wind onder een zonnescherm wat van doek is? Ja, dat doek dat vat vlam. Ja. En dan is het zo gedaan hoor. Dus ja, ik zou zeggen, zoek het maar op bij YouTube. Amateurbeelden laten zien hoe snel Vlammenzee Egmond zich verspreidde. Ik ga nu lekker een bakje koffie maken en een broodje, want ik heb zin in wat. En dan zal ik verder kijken wat de dag mij brengen gaat. Ik zou zeggen, tot strakjes. Hé, prinsesje. Hé, prinsesje. Ja, maar jij bent mijn kereltje. En daar heb ik nog een kereltje. Ja, lieve vrienden. Ik begrijp er allemaal niks meer van. Maar mijn programma waar ik mee werk om mijn plaatjes te maken. Ik kan mijn toverstokje er niet meer van gebruiken. Ik kan mijn lasso er niet meer van gebruiken. En het andere waar je een vierkantje of een rechthoek of een driehoek of wat dan ook mee kan selecteren, kan ik ook niet meer gebruiken, want die wil het niet doen. Want ik heb uit de kwaadheid mijn computer maar uitgezet. Ik zal het straks weer aandoen en ik zal eens eventjes vragen stellen bij een iemand op YouTube die ook met zo'n soort programma werkt. Want anders weet ik het niet. Ja. Ik denk ook niet dat Karen daar wat van af weet. Ze heeft een hoop van computers, maar niet van het programma. Dus ja. Ik moet weer zien dat hij het wel weer gaat doen. En ik weet niet hoe. Wat? Maar dat merk ik wel weer. Ja. Ik zal zo meteen eventjes proberen een bakje koffie te nemen, want ik heb last van mijn maag. Ik ben niet helemaal in orde. Komt ook omdat ik moe ben. Vannacht amper geslapen. Toch naar de kerk. Ja, toch wel leuk gehad hoor. Verder. Ja hoor. En ik heb net even lekker televisie zitten te kijken. Mijn hondje wil niet luisteren. Ik wil zijn oortje doen. En even zelf erin doen. Maar meneer, die draait zijn kop om. Ik werk tegen. En ja, ik kan hem niet helpen. Dat moet echt een keer met z'n tweeën. Dus ja, dan wacht ik liever dat Chrissy er is en dat ik het met Chrissy even samen doe. En dat komt goed. Ja hoor. Ik ga nu weer eventjes verder. Er ligt er eentje in de weg weg. Hé, kerel. Ja. Maar oké, ik zal zien dat ik het door kan, want ik durf nou niet te rijden, niks. En probeer ik mijn computer weer op te starten, et cetera. Dat ik zie jullie straks hoor. Doei, doei. Ja, daar zijn we weer eventjes. Het is nog steeds zondag. Nog steeds
De 19e, ja. En het is 6 minuten over 7. Ik moet nog eten. De diertjes hebben allemaal al gehad. Enkel meneertje, de grootste van alles, heeft een klein beetje laten staan, maar is nu buiten. Ik heb het eindelijk zijn oor weten te doen, dus ja, dat is ook gelukkig goed gekomen. En omdat Astrid gistermiddag even hier onverwacht was gekomen, heb ik maar eventjes Chinese eten gehad. Nou, ze was weer alleen, dus ja, vond ik ook wel weer sleu. En ik had honger. Ze kwam op een raar tijdstip dat ik eigenlijk net zou gaan eten. Nou, dan heb ik maar even Chinese eten gehaald. En ik heb nog wat over. Dat ga ik zo zelf lekker even opsmikkelen. Ja, dus dat komt allemaal goed. Even de spullen van mijn hondje opruimen, maar het wil weer even niet. Die bus is een beetje zo. Dan moet die zo. Ik hoop dat die. Ja, gaat net. Ja, nou en dan. Kijk, mijn eerste eigen gezaaide wilde, weet ik veel wat. Ik had ze niet gezaaid. Ze kwamen zomaar op. Kijk, tomaatjes. Sherry. Maar welke de sherry is, weet ik niet. En honing. En welke de honing is, weet ik ook niet. Nee. Dus ja, dat is even proeven. Maar het moet gewassen worden. Want ja, dat vind ik het vies. Toch? Ja, dat vind ik dan niet lekker. Dus dat komt wel goed. Ik zal mijn hondje zo weer even binnen laten. En dan ga ik aan mijn eigen eten beginnen. Ja, een bakje koffie erbij, wijntje erbij. En dan sluit ik deze vlog ook gelijk af. En dan zou ik zeggen, fijne avond met z'n allen. Gezegende avond vooral. Met wat je ook doen gaat. Oh, ik ben ook weer aan het werk. Ik poep wat af. Blada, waar we. Nou ja, oké. Okay. Maar in ieder geval, een gezegende avond. En morgen, voor degene die werken moeten en de vakantie erop zit, ja, helaas. Pindakaas, dan moet je maar weer aan het werk, hè. Dan heen nog eenmaal. En ik zeg, geniet van alles met wat jullie doen gaan. En vooral ook een fijne maandag. Graag tot dan. Doeg!